Ja, vrienden, ik ben even naar buiten gelopen. Die wedstrijd is nog bezig. Van Ajax, maar ik ben er zo verschrikkelijk enthousiast over wat ik nu gezien heb. En wat ik aan het zien ben. En het staat nu, weet ik veel, 4-0 of zo. Maar het maakt ook niet uit. Al wordt het 5-0, wordt het 4-1, wordt het 4-2. Het kan me niet meer schelen, de einduitslag. Dit is een wedstrijd. Die gaan wij echt heel lang niet meer vergeten. Weet je nog, die uitwedstrijd toen bij Madrid en dat soort wedstrijden. Dat onthoud je gewoon. En dit ook. Deze wedstrijd, die komt voor altijd in je geheugen te staan. Want dat Ajax... En ja, dan kan je wel zeggen tegen mij, ja, maar jij bent toch voor Feyenoord, Harry? Hoe kun je nou zo over Ajax losgaan? Ja, vrienden, natuurlijk ben ik voor Feyenoord, maar ik ben vooral voetballiefhebber. Dat is wat ik ben, voetballiefhebber. En als je voetballiefhebber bent, dan is dit gewoon de hemel. Dit is gewoon het zuiverste smullen wat je van voetbal kan. Heb je het? Ja, maar heb je het allemaal gezien? Die 1-2'tjes, de combinaties, de fantastische hakjes, de geweldige passes. Altijd spelers in beweging. Iedereen zoekt elkaar op en iedereen vindt elkaar ook. En daar wordt natuurlijk ook dagen en dagen en weken op getraind. Alleen maar om dat erin te krijgen. En dat doet allemaal Den Haag. En dat is allemaal zo geweldig om naar te kijken. En ja, ook hoe die doelpunten vallen. En alleen al als Anthony dingen doet. Dat is toch... ja, jongens. Paradijselijk voetbal. Dat hebben we hier aan onze fiets. En hoe blij en hoe trots moeten we niet zijn als Nederland op dit Ajax. Want vergis je niet, hè. Dit is Borussia Dortmund. Dit is niet Abbekemalde 6. Dit is niet weet ik veel wat. Nee, dit is Borussia Dortmund. En Borussia Dortmund, dat is gewoon helemaal weggespeeld. Die gaan helemaal duizelig naar huis. Terug de bus in, naar de heimat. En die denken, wat is hier allemaal gebeurd? We zijn helemaal zoek gespeeld. Ja, dat is waar een spiel. Zeggen ze nog eens een keertje. Terug in Duitsland. Nou, vrienden. Ik ga gauw weer verder kijken. Want ik heb nu alweer 4-5 minuten gemist. Maar ik ben hier zo... Dit moest ik even kwijt. Dit moet ik even zeggen. Jongens, jongens, jongens. Oh, en in Amsterdam... Gefeliciteerd, allemaal. Ja, echt waar. En gefeliciteerd ook met dit fantastische Ajax.